Ja. Truivert, ja. Truivert, 1 De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Wat een sfeer. In de Johan Cruijff Arena: Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Ja, ja, je moet het gewoon doen. Welkom weer, Ajax, erbij bij een volgende Ajax Live podcast. Ja, weer onder de rook van de Johan Cruijff Arena. En uh, met Roy die net ook binnenkwam met een kroketje. Als je niet. Nou, en als Roy met een kroketje binnenkomt, dan is Floris niet ver weg. Wens. Welkom, Floris. Ja, Dank je Ja, dus het is heel goed bij Febo gehaald. Lekker kroketje. Dus dat hebben we. Het is vrijdag. Het is vrijdag. Het frituur uh, kon ik al van verre ruiken uh, ja. waar jullie zitten. En, uh... Je had me een biertje beloofd. Ik denk, nou, dat moet gecombineerd worden met, uh, met wat vets. Ja, doe je echt heel goed. Um, ja, we hebben een bomvol uh, podcast volgens mij. We gaan het over de Champions League loting hebben. We gaan het over Vitesse hebben. En we gaan het over uh, onze club Ajax hebben. Oh, ja. Uiteraard dat ook. Ja, we je, je, dat je hebt mooi gesproken over de ruiming. Gaan we het ook over hebben. hebben? We ook straks in de uitzending. Dus het is allemaal helemaal fijn. Toch wil ik even beginnen, Roy, bij jou. We zijn natuurlijk ook voetballiefhebbers, dus een algemeen voetbalnieuwtje waar we het even over kunnen hebben. Van jouw kant. Nou ja, nieuwtje. Er zijn altijd nieuwtjes. Elke dag zijn er nieuwtjes. Ik, ik heb vooral even met interesse gekeken naar uh, uh, onze ploegen in de Eredivisie. Die ploeterden om zich te kwalificeren voor uh, een van de toernooien. Ja. Met wisselend succes. Ik ja. uh, denk Vitesse heel knap uh, Anderlecht uitschakelen. Het is toch een naam. Ja. Hoe Anderlecht is ja. niet meer het Anderlecht van het verleden. Maar dat is knap. Dat is ook leuk. hebben nu ook Spurs gelood. stof, ja. toch? Vitesse, Spurs. Um, PSV natuurlijk. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een beetje sneu. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarin staan. Wij als Ajax, ja. weet je. Ja. Uh, korte termijn, we, wij ontvangen dat geld wat PSV wat we anders met PSV verder moeten delen. Of vinden we het lange termijn beter voor het Nederlandse voetbal dat er uh, een tweede deelnemer in de Champions League uh, was geweest. Ja, nou, ik, ik zit er in die zin zo in... dat uh, Van der Sar blijkbaar voor elkaar heeft gekregen uh, bij de ECA. ECA. Ja, dat, is een, bij, dat is een Europese oh, ja. instantie, de ECA. ECA. Ja. Ja. Je mag ook geen nek zeggen, maar ik zeg toch ECA. E ECA. Uh, dat PSV toch nog 5 miljoen heeft overgehouden aan uh, het plaatsen nu. Dus dat is uh, ook weer vanuit onze kant heel genereus, zeg ik dan maar. Ja, zo zijn uh, wij. En ik uh, vind het jammer, ik vind het ook uh, niet jammer in de zin dat PSV nu opeens aan middenvelder een middenvelder en een avond spits erbij kunnen halen van die pakweg ja. 30 miljoen. Ja, je, 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 je hoopt voor jezelf, dan bedoel ik, het, bedoel ik dus Ajax, dat uh, de knauw die PSV eraan overhoudt. En dat ze daar dit weekend ook nog last van hebben ja. en dat wij daarom eh, de, 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 de achterstand afgelopen weekend opgelopen meteen weer kunnen inhalen. Maar ik heb die wedstrijd zitten kijken. Ja, Benfica heeft natuurlijk geen kans gehad. Het was typisch ja. Portugees. Ja. Um, ik kan daar redelijk neutraal naar kijken, want ik had het PSV prima gegund hoor. Ik vind dat nu een hele leuk voetballende ploeg. Ja. Bijna on-PSV's leuk om ja. te zien. Met een paar leuke spelers die, die allemaal gewisseld werden, dat vond ik ook heel heel ja, apart. Het wisselbeleid was niet helemaal lekker. Manu Weken zou ik vooral laten staan. Als je kijkt hoe die in de 16 tweede ja, man. Wisselen hem tegen Ajax, pingelen. dat zou prima zijn. Maar ja. Uh, ja, dat, dat, vond ik heel, dat vond ik inderdaad heel gek. En uh, die hadden natuurlijk gewoon verdiend om door te gaan. Dat ze niet doorgaan, ja, daar lig ik ook verder geen minuut wakker van. Dan. Ook ja. Al, ja, maar uh, wij zitten lekker in die Champions League pot. En dat, is, dat is fijn. Ja. En die, die extra miljoenen komen onze kant op. Ik ben benieuwd wat ze daar nog mee gaan doen, maar daar komen we straks, uh, pas, straks, wel, straks op, wel op ja. terug. Ja, ja. Floris dan. Ja, ik heb niet echt een nieuwtje, alleen ik heb me wel over, over iets verbaasd. Ik vind het opmerkelijk dat uh, de Johan Cruijff Arena kwam met een Delftsblauwe mini Johan Cruijff Arena. Ja, man, gelimiteerde gelimiteerde op, oplage van, van 500 stuks. Ja. Uh, allemaal de deur uit. Wat denk je dat het ding kost? Uh, blauw beeldje van de arena, wat denk je dat het kost? 14 euro. Johan Cruijff Ja, ja dat is een leuk bedacht, maar nee, 154 euro. Serieus? Ja, nee, maar. maar, maar alles gewoon... wat Ajax Arena op de markt brengt momenteel, maakt niet uit wat voor prijskaartje nee. eraan hangt, gaat als een malle over de toonbank. Ja, nou ja, en daarom snap leuk. ik niet. Ik ben er een warm pleitbezorger van, want uh, ik vind het allemaal leuk hoor, zo'n zo delsblauw ding. Uh, maar ik wil gewoon een bouwpakket in de fanshop van, van de Johan Cruijff Arena. Ja, als je bij ja. welke Europese club je ook in de fanshop komt. Ze hebben allemaal zo'n 3D uh, knutselwerk van, de eigen, eigen, van het eigen stadion. Dat, moet, dat, dat wil ik ook. Heb Ach, jij, heb, nee, zeg maar serieus. Hoe, hoe... Ik heb er een inderdaad van, uh, van La Bombonera. Ja, maar ah, ja. ook Juniors. Als je daar dan toch bent of ja. zo. En uh, inderdaad, van Arena heb je dat niet. Nee, nee. Ja, misschien, hoe hard denk jij dat dat verkocht gaat worden? Als je zoiets in de, in de fanshop zou neerleggen. Nou, misschien moet je ook wel een beetje liefhebber zijn toch? Ja, weet ja, ik wel vaders keer. met kinderen? Ja, nee, Lekker Zeker, zeker, zeker. Ja, en helemaal maar... in coronatijd had je dat prima kunnen doen. Ja. Ik zit uh, naar een bouwpakket te kijken die hier recht voor mijn neus staat. Ja. Dat zien de luisteraars ja, dat, is dat, een, uh, dat is gebouwd door een IJs Kids Club lid. Ja, die heeft van... daar een uh, mascotteplek bij Ajax PSV mee gewonnen. Dat is gek. Nou, schitterend. Creatief. Ik heb ooit eens dus bij de fanshop van Everton, meen ik, was het. Uh, daar hadden ze het Wie is het spel met de voetballers van Everton. Dat, dat ja. lijkt me toch tof. Geniaal, ja. ja, ja. ja. Dat is mooi. Ja, ja, weet je, dat je dan vraagt van uh, dat Atheneum-hoofd. Uh, heeft hij een Atheneum-hoofd? Verschuur. Ja. Uh, Karel Eiting. Uh, oh, die is Karel weg, Eiting. Ja, 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 ja dat professor. Ja, ja, ja dat toch. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, Ajax-Muurs jullie hebben opgelet. Ik, bij deze. Uh, bij deze hebben we wat tips van deze kant ook. Dat is ook ja. wel goed. En, uh, wat mij opvalt, is dat dan uh, lijkt alsof uh, Ronaldo gewoon speelt met het Europese voetbal, eigenlijk. Juventus, vier jaar. En dan heeft hij geen zin meer in. Ik wil, uh, weet je wat? Wil naar Manchester. Nou, wat gebeurt er vervolgens? City en United gaan vechten in die stad. Daar om Ronaldo natuurlijk binnen te halen. Nou, dat is ongekend. Iemand die gewoon 30 miljoen zo uh, verdient in een jaar, dan ja, dat vind ik toch het, het slechte gezicht van voetbal moet ik zeggen. Ja, maar dat soort spelers houden het, het voetbal een beetje in zijn greep, lijkt het wel. En je ja. hebt met Mbappé natuurlijk hetzelfde. Nou, meneer ja. wil naar Real Madrid, forceert dat waarschijnlijk aan alle kanten. Loopt volgend jaar gratis die club uit. Maar desondanks biedt. Madrid, als ik het dan allemaal mag geloven, 170 miljoen of ja. zo, 160 miljoen, weet ik veel. Dat, dat zijn bedragen, daar, daar verbazen we ons bijna al niet meer over. Nee. En uh, met de Spelen met nog maar een, uh, een jaar contract. Ja, ze, inderdaad, uh, als je die status eenmaal hebt, en helemaal Ronaldo natuurlijk, Messi ook. Uh, lijkt het wel alsof je kan doen wat je wil. Ja. Maakt allemaal niet meer uit. Contracten zijn niks meer waard. Empoli nee. uh, ja. nee, hey, uh, is de volgende tegenstander. Hij heeft al gezegd, ik uh, ga lekker niet meedoen. heb ik al begrepen en dan kijk ik ook heel boos uh, in het uiterlijk wat ze nu hebben. Ik noem het even het Ikea uiterlijk ja. met die uh, fijne kleurtjes. Dat ziet er niet uit. Dus die is daar wel klaar. Misschien is het dat wel hè, want het moet er ook altijd goed uitzien. Misschien ga, zijn uh, ja. fijn dat er ook nog clubs zijn die wel een mooie derde shirt hebben. Ja. Dan komen we weer bij Ajax uit. Ja, man. En, en ja, links. Hij speelt vaak links op de flank natuurlijk. En laten we dan meteen maar even. We gaan straks over de Champions League hebben. Maar over uh, de nieuwe aanwinst. Mohammed uh, Rami. mensen. Ja. ja, nooit dat van gehoord uh, tot vorige gehoord, week, he? eerlijk gezegd. Gezegd, nee. dat zegt niks. Want nee. vorig jaar had ik ook nog nooit van kudos gehoord. Nee. En nee. Nu is hij helaas weer in het nieuws vanwege wederom een blessure. Gaan we straks we over hebben. Maar die heeft ons ook allemaal wel verrast, toch? Die eerste paar weken. Aangenaam, ja. Ja, Klopt. ja behoorlijk. Gaan dus ja. nou, we dat hopen bij Darami? Ja. Ken jij hem bij een van ons? Nee, ik, uh, ik kende hem ook niet. Nee, nee. Nee. Maar ja, ik vind het juist leuk hoor. Dat, dat, dat soort namen die je, die je niet kent. Hè. Als je in het verder verleden terugkijkt. Uh, hè, dat ze met Sunday Olysse op de proppen kwamen. Bijvoorbeeld dat had ik ook destijds nog nooit van gehoord. Vinidi D George. Finidi George. ja. Lekker man. Ja. Manko Canoe. Kom ja. ook uit dezelfde richting. Zeg maar. Laat man. me komen, laat me ja. zien. Uh, iemand die er wel uh, veel van af weet, omdat hij gisteravond nog met hem op het veld stond. In een 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Schiva Spor. Om te. ...zich te plaatsen voor de Conference League... ...is uh, Nicolai Boyles. Die hebben we vanmiddag even gebeld. En uh, deze 19-jarige jongen komt uh, uh, voor een origine... ...of zijn ouders komen uit Sierra Leone. Uh, maar de grap is dat Nicolai heel anders naar hem kijkt. We gaan even naar Nicolai luisteren. Hij is natuurlijk jong en hij komt uit een ander land. Maar, maar ik, vind, ik, vind, ik, ik, ik hoop en ik denk ook dat hij dat, hij dat wel sneller leert. Mm -hmm. dan, dan dat je misschien ziet van jongens die helemaal uit Zuid-Amerika uh, komt en met ja. een, een heel andere cultuur. Want uiteindelijk ja. vind ik dat de Deense mensen en Nederlandse mensen en de cultuur is, is bijna hetzelfde. Zeker. Uh, mm -hmm. Of in ieder geval dichter bij elkaar dan als je bijvoorbeeld vanuit Brazilië komt. Ja. Uh, dus, dus ik hoop dat uh, dat, dat niet, uh, niet zo lang gaat duren. Want, uh, dat, 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 kan ik me niet voorstellen. Hij is een goede jongen. Uh, hij is natuurlijk heel jong. Ja. Uh, maar ik vind ook dat hij heeft laten bewijzen de laatste vier weken waar er veel uh, geruchten waren om hem heen. Uh, met allerlei dingen van clubbruggen en dan Ajax en allemaal dit soort dingen. En terwijl wij belangrijke wedstrijden hadden had elke drie dagen. En hij is de man of the match geworden de laatste drie wedstrijden volgens mij. Oh, dus uh, nee. dat heeft ook laten bewijzen dat hij gewoon, uh, ja, zijn, zijn, goed, hoofd goed in koud, zijn hoofd koud uh, ging ja. houden. Ja. ja, precies. En dat hij goed in zijn hoofd zit en, en dat hij uh, ja, klaar daarvoor is om, ja. om een, een grotere stap te maken. En, uh, goed zo. Ja, dat, dat, dat hoop ik ook uh, dat dat snel uh, is te zien uh, als hij ja. weer speelt. Ja, en um, Boylens spreekt uitstekend Nederlands trouwens, wil ik ook nog even zeggen. Want hij zei ook nog na afloop van het gesprek: Ik heb jarenlang geen Nederlands meer gesproken. Nou, vind ik vind dat hij dat goed doet. Ja. Ja, Typisch Denen, zeggen. misschien ook wel. Typisch ja. Denen, zeker. Volgens mij ja. alleen Dolberg die vertikte net of zo. Ja. Dat is Jette. de enige van wie ja. ik nooit Nederlands heb horen spreken. Nee. Maar bijvoorbeeld Fischer was ook razendsnel, jongen. Ja. Die, die, die sprak ja. echt binnen. Nou, voor mijn gevoel, hij uh, kwam op Schiphol en toen dus sprak hij Nederlands, voor mijn nou, gevoel. Eriksen, ja. natuurlijk, hè. Ja. misschien zal ook zo ja. over hebben. Maar die uh, werd natuurlijk ook in het Nederlands uh, beterschap gewenst destijds door Lukaku ja. uh, op het EK. Ja. Uh, oftewel, die jongens zullen ongetwijfeld bij Inter uh, samen Nederlands uh, spreken en, uh, ja, ja. Dat, dat pleit altijd wel voor die Denen. Ja, hey, maar hij klinkt uh, klinkt uh, positief over de ramen. Hier. Ja, honderd procent. Uh, hij heeft een paar dingen over hem gezegd ook. Uh, hij zegt, hij moet vooral op de flank spelen. En ik vroeg nog aan hem, is het ook een nummer 9? eventueel? Kan hij ook in de spits spelen? Hij zegt, dit zou ik nooit doen. Oh, oké. Okay. Dus uh, dat is duidelijk in ieder geval. Ja. Daar was hij wel duidelijk over. Hij heeft zowel op rechts als op links ook gespeeld. Maar hij zegt, hij moet vooral links spelen. De buitenkant spelen. Hij heeft een heel goed rechterbeen. Dus het is er eentje die dan naar binnen trekt. Uh, hij heeft heel veel geleerd in de jaar dat hij nu bij het eerste zit uh, van FC Kopenhagen. Uh, Solbakker was bijvoorbeeld een van de eerste trainers. en die heeft hem heel erg geleerd mee terug te verdedigen. Want het gaat nu een beetje het gerucht dat hij dat niet zou kunnen. Nou, uh, vergeet het maar. Zegt Nico dat hebben ze een beetje wel ingestampt bij hem. Ja, en die speelt op dezelfde flank, neem ik aan. Als Darami bij Kopenhagen. Ja, hij, hij staat nu vooral centraal. Ah, uh, okay. Als de linker-centrale van het uh, duo achterin. Maar hij heeft ook uh, wel achter hem gespeeld, af en toe. Want hij uh, wisselt dat af: hè, linksachter of uh, oh ja. links in het midden. Maar hij was uh, enorm. En, en weet je, de kracht van die jongen is echt zijn dribbel, zijn verrassing. Hij kan gewoon een hele wedstrijd op zijn kop zetten als het nodig is. Nou, nee, zei we, in het begin was het nog uh, zo dat dat eigenlijk. Alleen maar aan de hand was en dan 20 minuten, 25 minuten, niks meer. Maar hij heeft heel veel bijgeleerd. Dus dat is mooi. Kunnen we ons op vreugde, denk ik. Is hey. dus klaar voor Ajax? Ja. helemaal maar leuk uh, om ja. even zo te horen. Zeker. Uh, is inmiddels ja. 29 natuurlijk. Ja. Uh, dat gaat ook gewoon door. Maar die is natuurlijk niet zo lekker weggegaan bij Ajax. Ja, leuk. Ja. Leuk, om hem. Uh, leuk dat hij wilde meewerken. Ja, het gaat ook goed met hem. En dat gunnen we hem natuurlijk gewoon van harte. Ja, dank kijk, die me. jongen die werd tegen win en dank aanvoedig. Ja. Onder een trainer die het destijds lastig had. En uh, dan zoek je als supporter zijn, uh, misschien uh, de kop van Jut. En dat, dat werd Boilissen. Ja, natuurlijk was dat geen uh, begenadigd talent. Zoals hij misschien in het begin doorbrak of zo. Hè? Ja. Het kan zijn dat spelers nou eenmaal het niveau net niet aantikken. Wat Mooi Zander bijvoorbeeld ook had. Maar ja. Moijs Ander vindt hem allemaal een sympathieke vent. Jo, die heeft zijn best gedaan. Zetje. Dat zal Boylissen misschien ook wel gedaan hebben. Ik kan me niet echt heugen wat hij echt misgedaan heeft... in de uh, ogen van de fanatieke nee. supporters. Of de, uh, ook als, zo, ja, het is wel een beetje lacherig om Boylissen. Ja. Misschien is hij ook niet goed genoeg voor Ajax. Maar ja, ja wat geeft er, dat? Er is natuurlijk wel hè, Frank de Boer en Boylissen. Dat ging ineens... Hè, ging ineens ja, wat daar precies gebeurd is tussen die <laughs> twee... maar dat ging niet heel lekker Dat nou, nee. is bijzonder, ja, ja. Dat je aanvoerder wordt. Uh, wat was hij toen? 23? Ja. Echt heel bleu. Ja. Misschien nog wel jonger. Ja. Heel bleu, heel bleu ventje. En uh, die werd ineens aanvoerder, ja. Maar goed, ja. Nou, we wensen hem alle succes. Ook Zeker. straks uh, tegen de Europese debutant van Gibraltar. Want die hebben ze geloot in de Conference League. Gaan Ga er hem eraan staan. Gaan hem eraan staan. Ik zeg van, gaat dat dan, uh, hoe gaat dat dan straks? Nou, er wordt niet gevoetbald. Hij zegt, uh, ik denk dat we op Malaga, in Malaga moeten gaan voetballen tegen ze. Dus, ja, maar dat is leuk, dat is goed. Ja. Iets anders is, het uh, trainingsveld wordt verrijkt met André Onana. Ja, volgende week vrijdag volgende hè? mag week hij er weer vrijdag? zijn. Ja. 4 september is hij er weer bij. Ja. Gaat hij er ook bij zijn? Dat is een hele goede vraag. Ja, als wij, uh, wij hebben uh, in de lut hebben dat ten Hag wel gevraagd. En uh, kijk, ten Hag heeft natuurlijk ook met uh, Brian Brobby uh, laten zien dat hij niet schroomt om spelers gewoon op te stellen. Ook als de publieke opinie uh, anders, uh, anders uh, oordeelt. Uh, ja. En ook over Onana heeft hij gezegd, ja, als ik er gebruik van kan maken en ik denk dat ik hem nodig heb. En hij loopt in nog rond, dan zet ik hem gewoon onder de lat. Dus, uh, nou, vanuit ja, de trainer kan je dat ook wel voorstellen. Die wil natuurlijk gewoon de beste ja. mensen ja. opstellen. En ja. dat Onana de beste keeper is van die we onder contact nog hebben. Ja. Ik denk dat niemand daar uh, dat een gekke discussie vindt. Dit is helemaal geen discussie, denk ik. Dan is dat Onana, denk ik. Ja. Toch? Ja, je moet ook met je staf, met je keeperstrainers en ook met uh, Gorter en uh, met Pasveer en met Stekelburg... Moet je dat wel tot een vergelijk krijgen voordat de beste man <coughs> vrolijk op 4 september gewoon binnenkomt. En uh, dan opeens weer energie een bepaalde plek krijgt. Dat lijkt me ja, wel ja. een ding. Ja, nou, de vraag is natuurlijk of je niet. Hè, voor voor tijds alsnog vertrekt. Uh, maar ja, als, mm. als hij er nog wel is en, uh, en je speelt Champions League. En, uh, ik ben ook wel benieuwd naar de ontvangst in zo'n stadion, stel dat je een belangrijke Champions League wedstrijd speelt. En, en, en hij zet Onana wel gewoon in de goal. Ja. Ja, wat gaat het IJspubliek dan doen? Daar nou, er is ja, nog wel, wel door... een scherme offensiefje nodig, denk ik, dat uh, denk voor ik dat het zo vergis. Ja. Nou ja, dat, dat is zeker waar. Maar aan de andere kant wil je ook tijdens een Champions League wedstrijd, waarbij de ploeg natuurlijk alle steun nodig heeft. En uh, ja, we weten allemaal uh, hoe Champions League avonden de afgelopen jaren in de arena er hebben uitgezien. Dat is ook serieus tof ja dan wil je het ook niet negatief overschaduwen door continu een fluitconcert of iets dat die, ah, nee ja, nee, maar goed uh, ja daar hebben we het volgens mij vorige week ook al eventjes over gehad over ja wat te doen met Onana jullie hebben een polletje volgens mij kom je daar straks ja, al op zeker. Uh, zeker. maar uh, ja het, het, het was en nee, misschien is het nog steeds altijd wel een van mijn Lievelings buitenlandse spelers van Ajax ooit. En, Vorige week had ik het over Pettersson en Liedmanen. En, en, en zie je echt ook en. wel. En, en daar hoort Onana in dat rijtje ook thuis. En door het gedoe nu met zijn contract. Ja. Ook daarin twijfel ik altijd wel weer. Is dat nou echt Onana zelf die dat zo op het spits drijft? Is dat een manager? En in hoeverre kan je het zo'n jongen kwalijk nemen? Ja, tuurlijk. Hè, loyaal gezien zou je zeggen, Ajax heeft je alle kans geboden, Ajax heeft je salaris doorbetaald. Uh, de, de club heeft je alles gegeven en vervolgens. Uh, Trek je, je lange neus en, uh, en probeer je het onderste uit de kant te halen. Dat is niet nee, netjes. Nee. Maar ja, ik vraag me dan altijd wel af in hoeverre een speler daar zelf... Hij moet uh, voor een heel uh, regio en voor zijn dorp, voor zijn familie, voor iedereen moet hij financieel ja. zorgen. Dus dat is altijd wat erbij heel veel, ik zeg het gewoon maar even, Afrikaanse spelers wel zit. Ja. En zo kijken ze heel erg. En ja, clubliefde is natuurlijk ver weg. Wat is, belangrijk is, die pol, Floris, praat ons even bij, want we hebben het natuurlijk gevraagd. Nou ja, we hadden op, op Twitter een polletje eruit gegooid. Uh, ja, met de vraag: uh, hè, wat, wat, wat te doen met Onana uh, als hij wel weer mag spelen? En dat duurt ja. natuurlijk nog wel twee maanden na, komende, of na volgende week vrijdag. Uh, opstellen, op de bank of ophoepelen. Even heel hard gezegd. Uh, een nipte meerderheid uh, van, van de stemmers, bijna 5000 stemmen, zegt, uh, zegt dan toch ophoepelen. En dat is dan 49 uh, maar 44% zegt gewoon opstellen. Ja. Dus ja, duidelijk is wel dat de meningen echt bijzonder verdeeld ja. zijn. Het is keihard links of keihard rechtsaf. En uh, ja, middenweg is er bijna niet. Ja. En ja, ten acht kun je denk ik uh, niet kwalijk nemen als hij hem wel opstelt. Want ja, die, uh, die, 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 die gaat gewoon voor het elftal waarvan hij denkt... Uh, ja, daar, daar kan ik het beste uh, best resultaat mee halen. Maar als supporter krijg ook ik er wel een nare smaak van in mijn mond. Ja, ja dat is heel, heel duidelijk. Ja. Maar ja, dat is ja. Ook zeker. Dus het sentiment ja. tegen het ja. sportieve. Nou, we hebben dat over Berghuis eerder ook al gezegd, de vorige keer. En uh, weet je, gewoon op het veld laten zien, En wat jij net ook zegt, Roy. Als er echt een berenpartij staat, de keeper straks tegen de, in de Champions League of zelfs al uh, gewoon in een uh, eredivisie. dan zijn we alweer snel heel blij. Wat nou ja, ja en, over... en inderdaad, en, uh, tegen die tijd, hè, Onana is er nog steeds, die gaat gebruik maken. Ja, dan is het mediateam van Ajax natuurlijk ook altijd wel zo clever om even een goed interview met iemand hè, als een soort ja. offensief ja. te gaan, gaan voeren en dan ben ik inderdaad wel nieuwsgierig naar wat heeft Onana nou echt zelf in zijn hoofd gehad al die tijd en uh, ja in ja, hoeverre dat kan wil helpen, je ja, kan precies, helpen kan helpen precies zeker het ja, ja. zou wel wat zijn hè dat terwijl we hier staan te praten dat hij verkocht is ja ja zou zomer, kan zomaar gebeuren ja, de, kan de tijd haalt de, de ja. actualiteit haalt je soms natuurlijk gewoon in ja we zijn wel eens vaker verrast goed uh, daarover uh, praten er zijn nog een aantal dagen is de transfermarkt nog open uh, we hebben het vorige keer ook al over gehad. Wat moet Ajax nou doen? Wat moet Ajax nou nog halen? Uh, we hebben het over spitspositie gehad. Uh, Christian Eriksen gaat ook rond. Ja, hoe serieus is dat? Ja. Hoe is dat omdat dat wij zelf of? als supporters dat uh, van... Uh, oh, hij mag niet spelen en dan 1 en 1 is 2... want hij heeft een Ajax-verleden en dan komen we ja. of, of, of zijn er serieus uh, Ik, ja. toenaderingen? Ga... Als het echt serieus zou zijn geweest... hadden we daar dan niet veel meer van geweten? Ja, ja. Het is ja. vaak ook bij Ajax zo... als een uh, transfer heel serieus wordt... hoor je opeens helemaal niks meer, juist. Dus uh, ja. dat, hè, dat ja, is ook wel een mechanisme... wat je vaak ziet. Hoor je er opeens helemaal niks meer van. En uh, de uh, voetballer in kwestie... hoor je ook opeens helemaal niet meer. Uh, Berghuis was er ook een voorbeeld van. Ja. Dus uh, dat weten we dus niet. Ik, ik moet je eerlijk zeggen... dat het een heel groot risico is. Dan weten we met Daily Blind... dat het echt wel goed kan komen. En dat er een hoop mogelijk is. Maar volgens mij moet... Christian nog zoveel door, zeg maar, de komende tijd om weer Champions League waardig, want laten we het eerlijk zeggen, dan ja. willen we nog gewoon een Champions League waardig spelen. Dat hij terug is op dat niveau? Nee, dat wordt... Een, en, en gelukkig teken je pas uiteindelijk een contract en is het allemaal formeel rond als je ook een medische keuring hebt doorstaan. En die zijn ongetwijfeld niet mals als je bij een uh, club als Ajax ja. uh, binnenkomt. Ja. Dus ja, uh, dat lijkt voor mij voor hem de grootste uh, uitdaging. Überhaupt, waar hij ook tekent, om daardoor heen te komen. En dat gun ik hem uh, als geen ander, zou ik bijna willen zeggen. Want ja. uh, Eriksen is uh, buiten goe uh, goede voetballer natuurlijk uh, een geweldig joch ook ja. nog is, En echte typische Ajax voetbal, Echt typisch Ajax 10 vind ik het wel eigenlijk. Ja, zeker. Um, dus op dat vlak zijn er genoeg redenen om, om te zeggen, ja Eriksen graag, maar inderdaad. Het is, wel een, het is wel een type middenvelder met, uh, die we bij Ajax op dit moment niet hebben. Nee. nee, klopt. Dat is ook zeker. Het is wel een beetje de vraag of hij als zes zou gaan voetballen dan hier. Of moet hij echt wat, he, punt vooruit met als tien. Dat gebeurt niet zo veel meer. Ik geloof dat nooit dat hij hem op zes ne ne neer zou zetten. Als, 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 als het al re realistisch zou zijn dat, dat hij deze kant op komt. Ja. Hangend op links. Hangend op links. Je weet, je weet het niet, je weet het niet. <laughs> Um, verder nog spelers die we per se vinden dat die zouden moeten komen? Nou, ik, ik wil nog wel terugkomen op vorige week. Daar hadden ja. we het over het halen van een uh, linksback en een spits. Hè. Ja. Dat zijn de posities ja. die volgens mij niet echt heel erg dubbel bezet zijn. Um, ze hebben niet echt geluisterd <laughs> naar ons over. Hè. Dus dat valt me nou een <laughs> ja. beetje tegen. Jammer, nee, maar ja. daar kwamen wat namen voorbij. En ik zei toen gekscherend. Uh, weet je, een, een type huntelaar. Een type die weet je, ook gewoon in de 16 een bal, als hij hem op doel schiet, hem binnen de palen weet te rossen. Ja. En dan zit er wel eens een keeper tussen. Maar die wel heel doelgericht is. En toen kwam er ineens een naam in me op, uh, weet ik veel, maandag, dinsdag of zo. Die, die misschien niet zo voor de hand ligt. Maar misschien ook wel het luisteraars nu heel hard om gaan lachen. Maar zo'n Sam Lammers of zo, weet je. Ah, dat, is dat wel niet zo'n type jeetje. speler? Ja. Weet je, die speelt nu bij Atalanta, Atalanta al, he, ja. anderhalf jaar of zo. Die zit daar voornamelijk op de bank. Ja. Dat vind ik wel zo'n zo doelgerichte krijger. Die misschien niet zo gepolijst is als een spits, die, wat, wat je eigenlijk zou willen. Pot. Laat ook duidelijk zijn dat ik dat bedoel als een soort hè, backup voor Haller. Ja. Ik denk dat Haller dat vooral ten achter dat vindt, spitsnummer 1 is en blijft. En dat wordt ook echt wel een jongen. Dat zie je ook aan dat. Ja, je kan het de frommelgoal noemen bij Twente. maar hij, hij lepelt hem er weer in. En dat, zo gaat hij nog wel 20 goals uh, ja. maken. Maar zo'n jongen die misschien wel zijn Haller verscherp houdt. En die. die die op de training de ene en de andere erin ramt of zo. Nou, zou zo kunnen. Wel, ik trek even een biertje open om dit te verwerken. Ja, ja maar. maar het is. Want nee, ik vind ja, Sam, heb... Sam Lammers ook wel weer die keurigheid hebben van PSV. Wel, hè? Maar hij maar heeft een... wel weer... zo'n... Nee, hij heeft niet het hoofd van hun te lagen. Oef. Dat is ook wel weer zo, ja. ja toch? Die altijd opgetig en aanstond. Ja. En uh, Sam Lammers heeft wel een beetje ideale schoonzone gezien. gezicht. Ja, dat nee, nee maar dat, wel, ja. wel, dat, dat het voor Haller wel goed zou zijn ja. uh, om er iemand achter te hebben. Ja, dat zou wel lekker zijn. Want ik denk niet dat Danilo hem heel erg zenuwachtig gaat Nee, nee, precies. Ja, daar hadden we het inderdaad vorige week al. En dan ga je inderdaad, weet ik veel, een beetje nadenken over wat zou dan zo'n type moeten zijn. Maar goed, ik moet wel zeggen dat ik, ik vond uh, dat dat wel heel hard aangepakt werd na, na twente uit. Want... Um ik denk toch niet dat het helemaal aan Haller lag allemaal. Nee, maar dat... Bedoel, ja, hoe, was was ook voor hem niet onwijs wel eer te behalen. En er waren zoveel spelers onder een, onder een niveau ja. bezig. Maar ook dat is, is, is inderdaad het uh, manco van het zijn van een grote, dure aankoop. Hoe, mm -hmm. Daar heeft Miralim Suleimani natuurlijk ook al uh, heel erg altijd mee te maken gehad. Het prijskaartje. Mm -hmm. Haller is de duurste aankoop aller tijden ooit mm -hmm. van Ajax. Mm -hmm. Daar wordt er een verwachtingspatroon bijgelegd die bijna al niet waar te maken is... Nou, oké, okay. ik zie hem ook een beetje slenteren en een beetje luiend ogen of zo. Maar ik denk, ik val in herhaling, maar dat hij echt wel 25 calls gaat maken voor Ajax. Nee, Verwachtingspatroon, het is inderdaad een goed voorbeeld. Ik uh, hoop en verwacht dat Ajax toch weer gaat verrassen voordat de markt dicht is. Dat doen ze wel eens op het laatste moment. Dan denk ik van, hadden we helemaal niet aan gedacht. Ja, ah, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja. En, en Twente uit was natuurlijk ook al een soort wake-up call. En het wat Ajax ook al eerder geha ja. gehad heeft. Waarbij ze nog een soort van paniekaankoop doen. Van Nou, oh, shit. We, we staan ja. achter, We halen Ziyech nog maar even op. Die we ja. eigenlijk eerder niet de wilden. De beste paniekaankoop ooit, hè? Ja. ja. Serieus? Klopt. Was een paniekaankoop, ja. maar wel een hele goede. Hele goede, <laughs> ja. Klopt. Ja. ja, Twente. Dan moeten we eigenlijk. Ja, dan laten we er wel even bij stilstaan. Gewoon maar wel doen. Uh, AIS ziet van de wedstrijd. Hadden we natuurlijk op de site ook staan. Ja. ze is altijd lastig, hè? Aan zo'n pot. Ja. Proteststem, denken wij. Derde, der Ja, maar die kreeg de meeste ja. stemmen. En ja, dat natuurlijk. was denk ik ook terecht. Want dat was volgens mij een van de weinige spelers die zijn niveau gewoon haalde. Ja. En uh, ja, we riepen inderdaad op. op, op, op je, van, je wil eigenlijk niet om een. Ah, eigenlijk ziet van de wedstrijd vragen naar zo'n wedstrijd. Maar goed, dat doen we dan toch. En uh, ja, dan komen er ook proteststemmen. Dus bijvoorbeeld een Danilo eindigt ja. op de derde plek. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk op zichzelf best gek. Maar dat is, dat, ja, dat is natuurlijk vooral een aanklacht tegen Haller dan. Zeker. Dat klopt. En je had ook een blogje geschreven, dat vond ik ook wel terecht. en Dat je natuurlijk vol spanning er goed in zit, scherp bent en alles. En dan valt het zo tegen. Hoe Ajax dan is. Ja, huh? ja nee, ja. God, ja joh. De, de, de urgentie miste zo ontzettend. Dat was natuurlijk al uh, de tweede helft tegen NEC. Tegen dat je met 5-0 wint en, 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 en ja, dat, je, dat ze dan in de tweede helft laten lopen. Ja, uh, wat dan toch teleurstelt. En ja, dan zijn wij heel verwend, dat weet ik. Ja. Maar ja, wat, wat, er, uh, wat ze in Enschede lieten zien... Ja, dat, uh, nou ja, goed, Daley Blind sprak uh, over een schandalige vertoning. Dus nou ja, goed, als hij het zegt, dan uh... lijkt het me ook. Nou ja, we zien een soort wake-up call. En ik denk dat iedereen het gevoel van gemakzucht een beetje had. Waarbij je natuurlijk... Misschien is dat ook nog wel een verschil. Uh, vorig jaar... Op basis van kwaliteit op 60% toch wedstrijden kon winnen. Nou, ja. verdrijf ik misschien een klein beetje. Mm -hmm. Maar de stadions waren leeg, dus Twente Uit was lang niet meer zo. Hè, qua um, de beleving, beleving. Ondersteuning van de tijd. Precies, precies, en nu ja. zitten die stadions weer ja, vol. Ja. is riep daar laatst volgens mij ook al iets over. Want het is echt wel weer even wennen om uh, niet meer. Uh, door iedereen. Uh, uh, ja, maar daar vinden wij wel wat van, ja, Flores. Ja, terecht. terecht. Uh, het, zal, het zal gerust zo zijn, maar goed, daar heeft dan Twente ook last van. Uh, dat ja. uh, ik vind het echt zo gelul. Nee, dat, dat ik Zelf bedoel, was... Het was een beetje Twente, hobbelig en... Uh, ja, Rotten. Nee, rotom. Rotom. Ja, dat hebben ze allebei, maar bedoel, Twente uit, met het publiek erachter, prachtig spandoek daar ook, maar bedoel, de, ja. de support... Is, is wel weer echt een twaalfde man of zo bij ja, nou, het tegen speelt? Dat was een was een uitwedstrijd niet echt meer een uitwedstrijd. Maar het was eigenlijk vrij neutraal. Nou ja, dus het publiek in, in Twente bleef er achter staan. En uh, dat resulteerde ja. in 88 minuten tot een goal van een verdediger die ergens opdoken uh, op 20 meter van de goal. Zou dat ook gebeurd zijn in een leeg stadion waarbij ze misschien. Op een gegeven moment hè, tegenstanders toch het gevoel krijgen: nou, AX is beter. We leunen een beetje achterover. We ja. proberen de, boel, de schade zo beperkt mogelijk te houden. En nu krijgen ze misschien. Juist, ik weet niet of het zo is, maar. Nou, ja, uh, kan, kan best een kern van waarheid in zitten. Maar ja, dan ja. nog, joh. Dit mag Ajax er nooit laten aan. Nee, nee, nee. En we schenig, willen in volle vaart eigenlijk richting de Champions League. Maar we oh, hebben oh. eerst Vitesse thuis natuurlijk, half drie. Laten we dat dan allemaal zien als een hele goede. Wie er Goed mag een snitselwedstrijd? Om die uh, van Twente weg te kunnen spoelen met een biertje erbij. Uh, vorig jaar was Vitesse helemaal niet zo makkelijk. We hebben uh, drie keer tegen gespeeld, ook de bekerfinale, om mee te beginnen. Nou, het was een goede, stevige partij wat voetbal uh, en alles. Uh, we gaan even terug naar de thuiswedstrijd, met jullie wel bevinden. Daar wordt een fragmentje bij. Ondanks uh, die tien komen ze zelf nog wel aan kansen toe. Ook zegt Antoni... Goal! Met rechts schiet hij hem in. Koedoes. Met de lange passen. En Antonie. Met rechts schuift hij hem uh, de kansloze pas hier. Ja, dat was uh, natuurlijk vorig uh, seizoen. Was Hoor, gekke. Het was publiek. Ja, hey, dat het was een hele gekke wedstrijd, want er mocht toen beperkt publiek zijn. En ik had. Uh, Klinkt ook, het klinkt ook, klinkt ook lekker beperkt publiek. Hij ja. mocht beperkt publiek zijn. Mag je er als je beperkt. bent. toen dacht ben, ik, nou, ja. dat ben ik, dus ik mag erbij. Dus dat was heel fijn. Ja, is... Ik zat op de korte zijde waar uh, Bazoer hem erin knalde. Je mocht ook niet van je stoel afkomen. Wat Hugo de Jong eigenlijk nu vol pleit in uh, alle stadions Blijf zitten en ga niet horsen. Zeg maar. Nou, dat moest de vorige keer ook. Nou, ik heb me toch zo'n schreeuwen richting Bazoer. Want die deze oren dicht richting uh, ja. de tribune en allemaal bewegingen. Ik denk van jeez maar, je maakt een mooie goal ja ik vind dat een beetje sneu dat inderdaad spelers die hier nog begeerd zijn het uiteindelijk heel hoog in de bol krijgen en dan bij Ajax wegweren, want waardering bla 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 en dan komen ze via volgens mij bij Sporting hè afstekend overhem uiteindelijk bij Vitesse terecht ja wat ga je dan toch Wolfsburg heeft hij ook nog Wolfsburg, ja Utrecht ja nee dat is en die maniertjes dan en zo ja jammer ik wel ja, de, de, de uitwedstrijd was eigenlijk wel een makkie. Dat was voor de eerste keer in het mooie blauwe uitenuur wat we nu hebben. Want het hè, was een soort uh, feestwedstrijdje daardoor. En dat was heel makkelijk. Daar zat wel in die wedstrijd wat jij zei geen publiek bij. En weet je, er was totaal geen thuisvoordeel ook. Nee, dat valt misschien een beetje weg. Ja. ja. Um, wat wel opvallend is, daar moeten we het toch even over hebben. Die vorige thuiswedstrijd uh, kreeg Alvarez weer rood. Ja, sentiment. Ik zeg weer, is het... Is het voor nou hem een ja, dingetje ja, of niet? Hij had hem natuurlijk tegen Twente uh, ook in principe kunnen krijgen. Als hij hem had gekregen, dan had denk ik niemand er echt wat van kunnen, kunnen zeggen. Nee. Nou, het uh, klapje was niet hard genoeg. Uh, ja, in ja het dat is schitterend. Weinig dat geweld in die klap schitterend om, uh, als je dan de, luistert naar uh, Reinhold Wiedemeijer, de scheidsrechtercoördinator, die roept dan van, ja, het was niet gewelddadig genoeg. Ja, dat klinkt toch echt serieus bijna als ja. een aanmoediging. Ja, je mag wel een bitchlap uh, geven, maar een ja, vuistslag mag niet. Ja, ja, echt, <laughs> ja die, die uitleg was zo warrig. Nee. Maar ah, wat we nu dus wel hebben, Vitesse thuis dan uh, de VAR uh, zal ook uh, de beslissing als de VAR uh, ingrijpt op de beslissing van de scheidsrechter, wordt dat dus getoond op het scherm. Dus de, is de Johan Cruijff Arena natuurlijk uitstekend geschikt voor met die goede schermen, zeg maar. Dus dat gaan we terugzien. Wat vinden je ervan? Ja, ik denk dat dat een goede toevoeging is. Maar dan nog haal je niet alle discussie eruit. Want nee. uh, wat jij een penalty vindt, vind ik misschien geen penalty. Dus het blijft altijd, er blijft altijd ruimte voor interpretatie. Maar op ja. zichzelf vind ik het wel heel fijn dat je, dat je op de tribune er wat meer van meekrijgt. Thuis voor de buis is dat wat makkelijker. Met alle herhalingen. Ja. Maar vaak zit je op de tribune vraag je echt af... Uh, ja, waar zijn ze nou allemaal naar aan het kijken? Je hebt echt geen idee. Het, nee. het spel ligt stil en je hebt geen idee. Ja. Dus, dus in dat kader uh, lijkt het me heel positief, ja. 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 Eén ding is wel, de club moet goedkeuren... dat het op het scherm getoond wordt. Er zit dus nog iemand van de club tussen... voordat het vanuit uh, de replay center... Ja een replaycenter dames en heren <laughs> en wordt doorgegeven naar de club en dan moet, die moeten nog kijken kan dit nu wel dus dan denk ik dat er een Echt? veiligheidsaspect in gaat zitten dat is wel dubieus ja dat er een soort check komt moeten we dit laten zien jongens ja of nee ik zou zeggen laat het allemaal zien transparant ja. Hè, dan kunnen we met plaatjes erover discussiëren maar of het nou... wie die uh, ja, gaat, gaat dan uh, dat besluit nemen of dat wel of niet mag? pogarde ja pogarde ja, ja. die nee. laat nee. alles overballen ja Nee, duidelijk. Ja. Ja, toch. Of, of Heini Otto, die zet dat ding gewoon aan. En die gaat gewoon koffie zetten, weet je. Dus, ja. Prima. Moet ja. Daar moeten ze niet te moeilijk over doen, op mijn betreft. Toch? Nee, nee, gewoon laten zien. Transparant, ja. inderdaad. Ja. En, uh... en, en Vitesse, want hebben jullie Anderlecht uh, nog gezien? Uh, een glimp van mee kunnen krijgen? Ondanks... Uh... Nee. Nee? Nee. Of, nee. <laughs> nee. Nee, ik heb, ik Met heb het Werd het ook gezien. op Facebook nee. uitgezonden? Of, uh... Nee, dat nou. was uh, AZ Celtic was ja, op, weet ik, weet uh, live nou, to go precies. Hoe weet dat ook weer? To go live, live to go. Ah, ik heb het er het nooit gezien. Het, waar nee. onze, onze club komt altijd namelijk op tv. Dus, ja, dus wij hebben gemist dat Beukema in de spits stond bij zit. Beukema, ja, dat is een goede naam voor spit. is, is ja, een spits. Ja, dat is dat verdediger. Wat Vitesse betreft, um, die Witek scoorde twee keer, want ik heb het wel gezien. Samen, Nee, niet samen met Erik ten Erik ten heeft er wel naar gekeken. Uh, ondanks dat er ook nog een Champions League loading was. Want dat liet zijn zoon kijk begreep ik. En zelfs zat hij naar Vitesse te kijken. Uh, Vitek, Maximilian Vitek, scoorde twee keer. Ik denk dat we die misschien in de gaten moeten houden. Openda, op dat is natuurlijk een gevaarlijke speler. Maar aan de andere kant, het stort ook weer zo in elkaar, Vitesse. Dus het is nog heel erg wisselvallig. Ja. Dus dat even om te Typisch ons aan Vitesse, vasthouden. denk ik. Typisch Vitesse, toch? In het begin ja. van het seizoen uh, moeten ze het altijd doen met een soort vreemdelingenlegioen. Dat ja. moeten allemaal nog op een, op kan aan elkaar ja. wennen en ruiken. Ja. Hoewel, volgens mij, diezelfde namen als die jij net noemt. Ik lig er nooit wakker van, hoor. Vitek, Openda. Je ja. ziet ze wel eens in een opstellingje voorbij komen. Maar echt opvallen, eerlijk gezegd, doen ze mij niet zo. Nee. Maar goed, het zijn vast goede talenten het zijn. Tanane en Bazoeren, dat zijn natuurlijk die jongens uh, om wie het altijd draait. Maar die staan op de drempel, hè? Die staan op de drempel. Ja, de, die hebben zit... er volgens mij ook niet meer zijn zin in. Ja. Ja, ik uh, vind bij die Openda maar... dus wel een leuke speler. Ja, wel. vast wel. Dat, dat, was, dat is ook al, wel zo. Die was ja. ook in de bekerfinale wel uh, een behoorlijk link, hoor. Ja, maar goed. Het is ook niet dat ik er een nacht minder om slaap. Zo is het ook niet. Maar. Ja, goed, even dan ten hoogste 11. Hè. Uh, je kunt in de app bij ons, Arch live app, kun je opstelling maken en delen. Uh, roep eens wie je uh, moet er per se spelen, wat jullie betreft. Zij nou, ik denk moeten... dat het nu de discussie natuurlijk wel gaat zijn: gaat Anthony spelen of gaat yeah. Berghuis spelen? Of ja. gaan ze misschien allebei spelen, kan natuurlijk mm -hmm. ook. Ja, en uh, Tajafik ook keer terug. Ja. Ja. was zijn schorsing, dus die zal ongetwijfeld linksback staan. Ja, wat doe je dan met blind en uh, Martinez? Gaat ja. een van de twee naar het middenveld, waar tenag eigenlijk al heel vaak van heb gezegd dat hij in beide spelers geen middenvelder ziet, of gaat een van de twee gewoon naar de bank? We kunnen het doen alsof Alvarez geschorst is nu. Ja, ja, vindt, dat is ook, ja, ja. Doch, dat, dan, ja dan, 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 dan moeten we hem ja. een keer opofferen. Ja. Gavenberg een beetje rechts op het middenveld en een Martinez. Jij uh, zegt dat, dat Tiki was toch gewoon een ram. Jij doet nu even een varretje, zeg maar. Ja. Je zegt van, nou, nou, ik zet een vinkje dat hij geschorst is. Oké. Okay. Ja. ja, maar ineens is het andersom. <laughs> dat ze het vergeten dat dat ja. gebeurt, maar nu... Ja. ja, en Koudoes is er natuurlijk nog steeds niet bij. Dat is ja, natuurlijk dat is uh, wel ja. uh, een treurig iets aan het worden eigenlijk. En volgens de Hag duurt het nog wel een week of uh, twee, drie... voordat hij weer echt uh, wedstrijden kan spelen. Hij, zo uh, jammer. Het, uh, hij traint al wel weer, maar... Ja, zoals dat zo mooi heet. Uh, hij moet opgetraind worden, Errol. Opgetraind worden. Ja. Ik uh, raak nog wel eens opgefokt. Maar <laughs> ja. opgetraind, dat is me nog niet gelukt. Uh, <laughs> ja. Ik ga het toch wel een keer proberen ook. Ja. Mensen, we gaan het over de Champions League hebben. De loting, alles erop en eraan. Gisteren weer. Floris, we waren heel blij dat onze Italiaanse vriend er ook weer bij was. Toch? Ja. Ja. Wat een... Heerlijke man is dat toch om? Uh, hè? Ja, echt. Ja, je weet je, je schakelt, je schakelt om om om, om zes uur uh, schakel je toch keurig in. Je weet dat het eerste balletje ongeveer uh, drie jaar later pas opengedraaid wordt, maar ja. je wil erbij zijn. 100 Ja, goed. dat, dat oeverloze geleuter. Ja, uh, het, ja, het ging natuurlijk nog wel even over Eriksen. Uh, dat dat uh, hè, dat was dat wel, heen dat, heen. Was wel even, ja. dat was wel even dat was wel even goed vond ik. En uh, u even een woord ook terecht. Ja. Voor Kier natuurlijk. De... Aanvoerder die dat toen allemaal heeft gedaan en de hele medische staf die er natuurlijk uh, omheen stond. Simon Kier, ja, vond ik echt heel goed. Ik moest even, dat was even zo'n moment. Dat ik dacht, oeh, weet je, ja, hart slikken. Absoluut. Ja. Toen weer door en toen kwam natuurlijk de vrolijke noot van Giorgio Marchetti en dat was heel fijn, want de man, Greta uh, ja, Nieuwza ja, is, uh, weet je, nou ja, ja dat is ja, 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 helemaal geweldig. Ja, heerlijk. Ja. Ja. En uh, hij weet trouwens wel uit het hoofd heel veel van alle ploegen. Dus dat moeten, we hem even... dat moeten we wel even nageven. Dat doet Absoluut. hij heel let, netjes. Ja, het is Zet als die loting meneer van de KVB altijd. Die ja. vroegen met die grote snor. snor Heinrich Welling, ja. Heinrich Welling, ja, maar die, die ja, dreunt wel... ook altijd met programma details. en zo. De ja, de maar de die, die man is een wandelende encyclopedie. Nee, is ja, serieus, ja, ja. dat is ja. echt niet normaal. Ja, ja. ja, mooi man. De laatste man in Nederland met een snor. Maar dan zoveel weten. Ik vind <laughs> ja. het echt heel goed. Ja, hij is een um, montagne voorbij, ja. Borussia, Dortmund, Sporting, Lissabon en Besiktas. Daar vindt een vast iets van, komt ie? Wij moeten altijd. En wij leggen ons dat zelf op. Alleen, of het realistisch is. En veel dingen die moeten ook goed gaan vallen. En ik zei we wij moeten zes goede dagen hebben. En we zullen heel goed moeten zijn, ook zeker in die eindfase. Dat is misschien ook de lering die we moeten trekken van de laatste twee jaren. En dat je in november en december moet je je topniveau halen. En, en, en iedereen. En dan moet er een ploeg staan. En wat ook wat beter op elkaar is ingespeeld als op dit moment. En dan moet je het geluk ook gaan afdwingen. Ja, en zo is het. Die open deur doen we even dicht, wat mij betreft. Maar hij moet dat ook zeggen en het is ook logisch wat hij zegt. Nou, nou. Hij zei onder andere, ik heb het fragment nu een paar keer gehoord... ...we moeten in november, december op topniveau zijn. Ik wil verdommen dat ze zondag op topniveau zijn, toch? Helemaal niet. Ja, dat vind ik wel een Ja, Ik snap het wel, hè. Tuurlijk, je... Het Traint het team op? We hebben het net al over. Ja, ja. En uh, natuurlijk ben je gedurende het seizoen beter op elkaar ingespeeld. Maar vorige week hebben we het volgens mij ook al benoemd. Het merendeel van Ajax is bij elkaar gebleven. Dus ja. ja maar is het ook niet gewoon uh, fijn dat er hier en daar wat doorgeselecteerd gaat worden? Een Ekkelenkamp die hier ja. waarschijnlijk uh, zal gaan. Een uh, NRS waarvan we kunnen verwachten dat hij ook nog wel voor, uh, voor tijd vertrekt. Ja. Ja. Je... Nee, maar goed, natuurlijk heeft hij gelijk. Klopt, en het, het klopt ook wel dat je tegen die nee. tijd allemaal wat sterker bent. En, en, uh... Kort nog even over uh, Ekkelenkamp. Oh, ja. uh, Herta BSC wordt genoemd. Mm -hmm. Zijn jullie ooit in het stadion geweest of niet? Dat hele grote Olympisch stadion ja, wel, hè? Ja, In een daar. Er is een tijd geweest, heb ik Floris vanmiddag ook over gehad, dat mensen daar met verkeerde manieren met de handjes in de lucht stonden. <laughs> zeg maar. ja. Zoveel is zeker. Ja. Maar het is een prachtig bouwwerk. Ja. Dus ik zou, uh, ik kan wel adviseren al voor het stadion daar naartoe te gaan, een prachtige start Berlijn heb je natuurlijk ook. We hadden net, uh, het was mijn nieuwtje, helemaal aan het begin van de uitzending, over de lotingen en de, de, de Europese verrichtingen van de Nederlandse clubs. Maar uh, Feyenoord heeft ook wel twee fijne, als het om uitwedstrijden gaat, Praag en Berlijn en een Union Berlin ja. Dat is ook een mooi hoor. Zeker, we verder heel lang over de... Hè? Ja, sowieso joh, die, heb je die groepen gezien in de Conference League? Ja, dat zit er Fantastisch, het wel man. Ja. Dan ja, moet echt je echt toch wel een keer aan ja. meedoen. Ik ook. Aan de ene kant niet sportief gezien. <laughs> nee, ik ben blij hoor dat we in de Champions League. Misschien uh, kan Jonga uh, ja Jonga voor kwalificeren, ja. Maar ja. Union Berlin, dat is een beetje de equivalent van St. Pauli. Sterker nog, die zijn meer cult dan St. Pauli. Dat is, uh, is helemaal goed. Je, ja, je mag op een ja. gegeven moment je eigen bankstel meenemen naar Union Berlin. Om naar het WK, dacht ik, of zo te gaan kijken. In het stadion. Dus er werden met vrachtwagentjes allerlei bankstellen het hoofdveld opgereden. Ja, dan kon je naar een heel groot scherm gaan zitten ze kijken. daar. prima. goed, terug naar onze. We gaan gewoon even, want het zoveel. Tijd en aandacht mogen we best geven aan die tegenstanders, vind ik. We doen ze even één voor één. We beginnen bij Borussia Dortmund. Nou, euh, de laatste Europese wedstrijden met Dortmund waren heavy. Ja, om het ja, zo maar eens te zeggen. Was er bij toen in, uh, in het uh, Signal Iduna Park Arena? Ja, precies. Met uh, Lewandowski die vlak voor tijd ja, ja. scoorde. Ah, hij speelde toen goed. Ja. Tenminste, verrassend goed. En kennis kenden ja, ze te doen. Ja. Een hele goede wedstrijd. Ja, maar Gutsen was beter. Zeg maar. Ja, dus die wereldkampioen. Die, uh, die, ja, die de, Ja, vooral, oh, in de, ja. vooral in de thuiswedstrijd. Als ja. Gutsen toen heel goed ja. ja. maakte toen ja. een doelpunt en uh, twee assists Ja, ja. 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 ja dus toen gingen we de Keihard uh, met 1-4 af in de Arena. Dat was niet heel lekker. Nee, nee maar dat meenen. is toch weer bijna tien jaar terug. Dus uh, de tijden zijn veranderd. Wij zijn veranderd. Ik wel in ieder geval. En uh, Ajax is ook wel veranderd en aangepast. Um, ja, ik moet toch ook nog. Weet je, dat heeft met de leeftijd te maken. Even terugdenken aan de jaren negentig weer. En uh, ja, dat ik waren helemaal. prachtige wedstrijden toen de tijd. Nou ja, ik zeg ik helemaal. Ik uh, ja. Ajax uh, Dortmund in het Olympisch Stadion. Volgens mij heb ik dat vorige week al wel verteld. Weet ik ja, eigenlijk je mag niet. nog een zeggen. Geen is mijn kolme. allereerste officiële Ajax-wedstrijd. Ja, met uh, net voor tijd de 1-0 e van uh, Kiki Moussampa in een regenachtig Olympisch Stadion. Ja. Ja, met die felgele shirts, dat geel ja, van, ja, uh, van ja. Dortmund. Enorm lelijk. Toen heeft mijn pa nog een shirtje gereld met uh, uh, een Dortmund-fan. En dat ik dacht, gast... Met een Duitse club? Ja. Ja, ook. Altijd het, de mond vol van het anti-Duitse sentiment. Hè? Die uh, jaren wat toen nog echt wel uh, speelde. Dat is gelukkig wel een beetje voorbij nu. Althans. Uh, maar uh, ja, dat kan ik me nog heel veel... Ja, het maakt ja. natuurlijk sowieso veel indruk. Je eerste Stam. wedstrijd in ja. kwartfinale ja. Uh, Champions League. Ja. Olympisch stadion, Begraals Nee, nou, je kent het allemaal wel. Ja, ik, ik, ja. ik, ik was er toen ook bij uh, in het Olympisch stadion. En ik, 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 wat, wat, wat mij ook nog wel is bijgebleven... de relaxe sfeer tussen uh, Dortmund-supporters en Ajax-supporters... Ja. Gewoon voor het stadion. Uh, ja, geel en wit-rood-wit liep door elkaar heen. En het was gewoon biertjes met elkaar drinken. Het was echt zo ontspannen relaxed. Nu nog toch? Ja, dat hoop ik wel. Niks op tegen die Ja. ja. En wat dat betreft is het, uh, is het natuurlijk uh, qua, qua uitwedstrijd. Ja. Natuurlijk, het is wel lekker dichtbij. Als net op de grens. Wat me. ik altijd bij Dortmund altijd een beetje gek vind. Het is, het is niet de meest sexy club hè, qua uitstraling. Ik noemde die term mm. vorige week ook al een beetje. Sexy. Ja. ja. Uh, in dit geval, als je nou een, een top 10 moet samenstellen met mooiste stadions of grote, imposante stadions of hè, clubs, dan kom je eigenlijk nooit bij Dortmund uit. Nee, terwijl daar 80.000 man precies, in gaat. Hè? Precies. Net We, over de grenzen, dat is echt ik, een ik mega ga iets, stadion. Ik iets je vertellen: ja? als, als er ooit maar een kans is dit seizoen straks om daar naartoe te gaan, wil ik naar deze Europese uitwedstrijd. Nou. En dat is echt 80.000 capaciteit, ja. waar je U te tegen zegt, natuurlijk. Ja. Maar ik vind het een fantastische tip. Ik weet niet of zij inmiddels de keer dat we er eerder waren, dus dat was 2013, uh, toen had je de, de Gelbe Wand, heb je natuurlijk de, de fameuze gele Wand. Ja. Uh, wat natuurlijk bij Europese wedstrijden geen staantribune, maar een zittribune is. En ja. dat gaat uh, ten koste van best wel wat plekken ja, aan capaciteit. Wat volgens mij, ja. Precies, volgens mij, in de arena is dat volgens mij niet zo. Dan, dan mogen het aantal fans hier naar binnen, al is het bij de F-Zijde staantribune uh, wat, ja. uh, 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 gekoppeld aan het aantal stoelen. Ja. Maar dat is daar niet. Volgens mij bij een competitiewedstrijd zitten er nog 10.000 man bij. Uh, of nou ja, niet 10.000, maar misschien 6.000 geloof ik. Ja. Um, die er bij een Champions League niet zijn. Desondanks nog steeds heel indrukwekkend, inderdaad. Ja. Ja. Toch even ook, uh, Floris, even de huishoudelijke mededeling. Eventjes dan. Hoe zit dat nou met die uitwedstrijden Europees? Uh, de UEFA heeft niet toegestaan dat er uitsporters uh, bij de eerdere fase, voor de groepsfase. Dus play-offs en voorronden, er mochten geen uitsporters bij zijn. Er wordt hard overlegd en Van de Sar heeft ook zijn best gedaan in Istanbul om daar uh, iets aan te gaan doen. Uh, ook de FSE, waar de uh, sportsvereniging eigenlijk uh, ook onderdeel van uitmaakt, heeft al eerder natuurlijk aangegeven dat we dat heel graag willen. Uh, vooralsnog is het zo dat het pas op 6 of 7 september uh, duidelijk wordt. En ik zou iedereen ook toch wel willen adviseren om daar even uh, op te wachten voordat je misschien richting uh, 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 Lissabon uh, of Istanbul al helemaal uh, uh, reizen gaat boeken. Um, sowieso is het vanuit overheidswegen al zo dat uh, in Turkije sowieso al geen uitsporters mogelijk zijn. Dus dat is al sowieso uh, uh, no go, zeg maar, hoe dan ook vanuit de overheid. En in Duitsland, in uh, Portugal is dat beperkt, zeg maar. Zoals we dat hier in Nederland natuurlijk ook, twee derde van de capaciteit. In ieder geval hebben. vooralsnog. Vooralsnog is dat ja. allemaal zo. Dus uh, houd het vooral in de gaten, zou ik willen zeggen. En wie nog meer in de gaten zou moeten houden bij Dortmund, is natuurlijk uh, meneer Haaland, lijkt mij. <laughs> dat is wel een fenomeen. Die, eh, ga je daarop trainen of moet je erop trainen? dan ah, moet je denken: nee. Hè? Nee, ja, nee? Het, Weet je, de, 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 dan kom je natuurlijk. Wie ga je daar dan een, Moet je daar één iemand voor opofferen? Alvarez lijkt me dan de meest geschikte daarvoor. Ja, en die gasten zo sterk en snel en, en stoïcijns. Ja. Het is, ja. ja, dat is wel een fenomeen. Ja. Daar dat, dat mag je het best even van in je broek doen, volgens mij. Van de rest van Dortmund, blah. Weet je, vanuit pot 2, die je allemaal had kunnen pakken. Is Dortmund, uh, nou ja, wie weet, wel te doen of zo. Uh. Ja, die, die Axel Witsel, natuurlijk, op het middenveld. Wat ik altijd ja. een beetje een vlakke speler vind, ja. eerlijk gezegd. Ja, is niet zo opgevallen. Uh, ondertussen wel ervaren. Uh, Reus en Hummels, natuurlijk, echte, echte Duitse internationals. Maar goed, hè. het is, uh, nou, Ten Hag uh, omschrijft ook nog verder. Behalve die quote die we net hoorden, dat het wel een heel bruisend uh, snel en. Dynamisch team is, dan kan ik me wel iets bij voorstellen, want dat is ook wat Dortmund vaak is. Hè? Ja, toch? Hij nee, doet de laatste jaren gewoon goed. Ja. Uh, vorig jaar vind ik opvallend derde geworden volgens mij in, uh, in Duitsland. Ja, maar wel kwartfinale Champions League ja. gehaald. Ja. Dus dat is dan wel Gewoon goed. een goede, stabiele ploeg. En uh, ja. zeker, uh, ja, ik zal, ja, ik zal in die wedstrijd niet de, de favoriet zijn, denk ik. Nee. Uh, afhankelijk van wat de vorm van beide teams op dat moment is we zijn natuurlijk in afwachting allereerst nog van de, van het speeldata dus treffen wie ze nu ja. Ja. of straks in december of uh, ja, ja. deze podcast uh, zal uh, meemaken dat tijdens de podcast zeg maar uh, dat allemaal uh, wellicht bekend gaat worden ja, bekend, ja. Uiterlijk, uiterlijk zaterdag maar ja. Uh, ja dat kan ook vrijdagavond zijn en uh, ja. ja we moeten het even afwachten ja. nou, Jullie vergeten je Almale die spelen die met vergeten. Ook. Ja, je hebt je terecht genoemd nu dat ja. is het inderdaad ja, die mag koffie halen verhalen, <laughs> Of zo. Hij speelde volgens mij afgelopen weekend en uh, nou ja, dan ga je natuurlijk met speciale aandacht naar kijken ja. wel. Hij past wel in wat ja. we net zeiden: dynamisch, snel omschakelen, ruimte pakken en ja. benutten. Dus dat is wel. Uh, Daar lijkt het gevaar wel een beetje te liggen. is dus, uh, ja. supersnel super snel komt weer heel snel. En dat, dat is misschien wel waar Ajax uh, het meest moeite mee zal hebben, gezien onze niet al te snelle verdedigers. Ja. Eens. Ja. Nou, het stapje terug naar PSV heeft hem in elk geval geen windeieren gelegd. Toch? Nee. nee. Klopt. Gaan we? Uh, we pakken het vliegtuig. Nou, God. Richting Lissabon. Als het allemaal kan en als het allemaal mag. Ook wel Sporting Clube de Portugal heet het ook wel. Of Sporting Lissabon. In meerdere namen. Dat vind ik allemaal grappig op zich. Nou, volgens mij hoor je gewoon Sporting te zeggen. Sporting. Punt. Laten we dat doen. Ja. Dat vind ik ook makkelijker. In Nederland willen we altijd een toevoeging uh, da daaraan koppelen. Dat, uh, AC Milan. Ja. Er is geen. Italiaan nee. die het over AC Milan heet, gewoon nee, Milan, Milan, punt, Lazio, punt. internationale ja. inter, ja, precies, dat, ja, sporting ben ik ook weer thuis. Vroeger had je Sporting Noord, dus nu snap ik het ook Ach, weer helemaal. Die, nu land ik weer, <laughs> ja, uh, nou het is wel een vallende ploeg in de zin dat ze natuurlijk uh, na lange tijd overheersing van Benfica en Porto uh, landskampioen zijn geworden, dus uh, die kunnen echt wel wat voor het eerst sinds 2002. Ja, ja klopt, is een beetje uh, het Fijnhoord van Portugal. Sowieso ja. vind ik de Portugese competitie ja. al heel erg altijd heel erg lijken op die van Nederland. Ja, um, met Benfica en Ajax met veel overeenkomsten. Ja. Met veel jeugd. Eusebio en hun ja. kant krijgen van onze kant, die veel invloed in de club hebben gehad. Zeker. Porto, een beetje het, het, het kleine broertje wat uh, de laatste 30 jaar ineens deze opkomst is. Wat ik heel veel, uh, heel veel vind lijken op PSV. Ja, en Sporting, uh, de, eigenlijk de grote rivaal van uh, Benfica, wat mm -hmm. wij natuurlijk met, met Feyenoord hebben. Um, klopt. Het is ja. wel grappig als, je, als het dan toch mogelijk is om in die stad terecht te komen. Die twee stadions, Del zeg maar, en het stadion van uh, Alvalade. Alvalade, heet dat inderdaad. Mm. Dat is uh, op acht uh, auto minuutjes van elkaar verwijderd. En met het OV uh, ben je er in twintig minuutjes. Dus nou, Echt, het is altijd leuk om uh, gewoon uh, die stadions mee te pikken, ja. toch? Zeker. En, en Lissabon is natuurlijk ook helemaal geen vervelende uitvalsbasis om eens een tripje te boeken met wat vrienden. Zo. En als dat dan gecombineerd kan worden met je favoriete club... En uh, lekkere Portugese hapjes en uh, wat biertjes. Dan, uh, ja. Is dat snel goed. Ligt ook aan de kust volgens mij. Dus het heeft wel heel veel ingrediënten om uh, dus je ik... echt uh, warm van te ja, worden. Ja. Die rivieren, steden met rivieren. Dit is de Taag. Yo. Uh, topografie. Ja. Ik, ik bel even mijn. Uh, Alles ah, kunnen leren. leren ja. ja. nee maar maar, weet je, dat, ik hou van steden met een grote rivier erin. Dat vind ik mooi, man. Dat is te gek. <laughs> Sowieso. Ah. Ja. En die, die trainer dat is een beetje de kroonprins van het Portugese voetbal, heb ik begrepen. Komt van Braga. En uh, nou ja, hij heeft natuurlijk uh, zijn ploeg kampioen gemaakt, dus dat is heel goed. Echt iemand om op te letten is die Gonzalves. Gonzalves was ook uh, geselecteerd voor het EK. En die schoot er gewoon even 23 in uh, voor het gemak. En daar ja, die bij het EK, hè? Nee, nee, ja. exact in de competitie, in de vorige competitie. Ja. En als middenvelder, aanvallend middenvelder, is dat echt een heel hoog moyenne zou ik zeggen. Nou, maar zeg, dus dat ja. is uh, iemand om op te letten denk ik. Uh, nou ja, je ziet ook als je die hele selectie doorkijkt, heel veel Portugezen, toch? Dat is ook goed. Hoerikoianen, het is heel erg uh, op uh, Zuid-Europees en Zuid-Amerikaanse leest geschoeid, ja. zeg maar. Dus het is echt wel, dit is een, een, wordt een mooi pot sowieso twee keer. Nou ja, ook, ja. en ook hierin, hè, we hadden het net al over pot 2, waar heel veel sterke teams in zaten, en dan, dan pak je daar Dortmund uit. Ja, je hebt in pot 1 natuurlijk ook heel veel sterke ploegen. Uh, en ik denk dat. Elke AXC die de loting gevolgd heeft hetzelfde had. Bij het beginnen van het ploegen uit pot 3 zat je te hoop op C, F of G. Ja. Ja. Toch? Zeg ja, ja. Ja. De ene was met Villarreal en Man United, de andere met Lille en Sevilla. En, ja. uh, en, ja. en deze. Ja. En het wordt deze. En uh, ik vind. Nou ja, gaan we straks wel over hebben wat we vinden denk ik van de pot, hè? Dat, de Dan vele, gaan we eens doorpakken ja. naar de, naar de ja. volgende tegenstander. Ja. Uh, ja. Ja, een collega van ons die had uh, al in het begin meteen, want dat ging in die groep, ze hebben natuurlijk heel hard. Groep 7. we moeten groep 7 hebben in den begin al, toen daar dus nog helemaal geen uh, pot 3 aan toe was gevoerd. Nee, precies. En dan komt hij op het einde. dat was echt schitterend. Ja. Dus die hebben we glazen bol <laughs> gedaan, alles ja. gedaan. Ja. Uh, daar kan ik wel zelf ook nog iets over zeggen. Dat komt natuurlijk ook, ik heet Errol en mijn achternaam is Erdogan. Um, de eerste wedstrijden die we hier ook op ons lijstje hebben staan, die waren in het Olympisch Stadion. En ik ben als jongetje zeg maar in de Schinkelstraat geboren. En dat is uh, echt op loopafstand van het Olympisch was dat. En mijn vader die wilde er natuurlijk heel graag naartoe. En die is daar uh, ook echt wel geweest. Want jouw vader, vader is Turks? Hij eh, is Turks ja. En uh, nou ja, Ajax uh, heeft wel gewonnen ook. Twee keer, dat kunnen we zien. Het was in 1966 alweer. Uh, in die tijd. En dus hij is daar vast in zeker geweest, want er ging al die wedstrijden in het Olympisch, zeker als een Turks ploeg kwam. Want ook DWS heeft een tegen Turks ploeg gespeeld. Dus dat is heel erg leuk en heel erg goed. Kaartje was een 7 gulden 50. Ja, die, ja. Hebben, die heb je goed gedeeld ook nog uh, vandaag. Ja. Op de ja. socials. Daar haalde ik net uh, drie kroketten voor. Ja, precies, precies. Dus dat is best nogal wat, toch? En uh, het verhaal gaat nu dat een van de bestuursleden van Besiktas ook mijn achternaam heeft. Naast de president, en nu wordt het heel verwarrend, want die heet ook Erdogan. Maar goed, die beste meneer Erdogan heeft gezegd, en het is uh, uh, Kemal Erdogan. Hij zegt, ik wilde heel, wil heel graag dat we tegen Ajax ging loten, want mijn dochter woont in Nederland. Dus die wil heel graag naar. En dat de, ben jij. En dat ben ik. Ja. Nou, ik zeg het jullie maar eerlijk. <laughs> het, 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 ik bedoel, de transformatie duurt nog. Maar inderdaad, dit is precies wat er aan de hand is. Ik vertel even wat ja. de podcast Ja, heel hoe ging het? Ja. ja. Joh, joh, <laughs> ja. ja. Um, nou, uh, wij gaan natuurlijk eigenlijk. Dan doen we sowieso altijd wel, misschien even naar die dochter op zoek. Gewoon heel aardig. Schrik niet. Kom je bezoeken? Is leuk, itemtje. <laughs> We, <weet. komen> <laughs> We komen <al> langs. We komen wel weer langs. Ja, ja, lekker. Uh, dat dus sowieso. En Besiktas, even kort. Dat is dan toch in uh, Galatasaray. Besiktas in Istanbul. Dat zijn clubs met Venebadje, Dat zijn de drie grote. En dat ja. is ook heel erg wijk georiënteerd. Precies. En dan loopt de rivier door de stad. Dat ook heel, Ik ben zo ongelooflijk <laughs> blij. De Bosporus. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Mooi. Is ook zo. Dit is echt wel een beetje progressiever progressievere club. Uh, hun grootste supporter is Kemal Ataturk. Dat is grappig. Dat was echt zo'n vooruitstrevend type, zeg maar, een eeuw geleden. Uh, had ik geschiedenis willen geven op school? Ja, moet ik er nu mee stoppen? Misschien wel. Uh, maar goed, weet je, het is wel een club die tegenover Galatasaray, waar uh, de president Erdogan heel erg diep in zit, om het zo maar te zeggen, is dit wel in mijn gevoel een veel leukere. En een en wat lossere club. Dat gaan we zien. Gaan we Spelen, zien. De, de, is het de Champions League finale is in Istanbul ook, hè? Ja, kan. Is dat in het stadion van Bessitas? Dat is een goede is het vraag. Is in Sint-Petersburg? En laat het misschien nou, Sint-Petersburg Volgens mij heeft zijn. Istanbul hem gekregen. Of misschien het jaar erop. Omdat Istanbul zou hem krijgen. Sint-Petersburg volgens mij. Nou, weet je wat? Kijk, in de tijd van het Osmaanse rijk hadden iedereen gelijk kunnen geven, want dat was alles zeg maar uh, ongeveer Turks grondgebied. Maar uh, ik, ik weet het niet. Nou, er staat iets bij dat Istanbul had hem vorig jaar, en toen is het ja. natuurlijk daar weggaan door corona en naar Lissabon gegaan. Ah, zo. En hebben ze alsnog? Ja, weet je, Championsfinale aan, aan hem. Wordt aan het hem. even opgezocht? Ga nee, op? nee, het, het zou kunnen dat het het jaar erop of uh, weet je over twee jaar is. Maar ja. volgens mij heeft de UEFA gezegd van uh, Istanbul krijgt hem. Ooit alsnog, en of het dan dit jaar is of volgend jaar. Het uh, nou, is vol terwijl, het, volgens, nu, volgens mij van het diepste. Terwijl Floris aan het opzoeken is, zeg ik nog even over. natuurlijk uh, wordt gezien als de grootste supporter van Bicycles ooit. In 1916 heeft hij daar dingen over gezegd. Sint-Petersburg. Sint-Petersburg. Ja. Nou, hebben we dat ook weer. Loting hebben ze dan wel gekregen, gewoon. Mm -hmm. ook om, uh, en uh, de grap is wel dat hij uh, toen al in 1916 zei: van ja, jullie zijn zo goed bezig en uh, moderne technieken in die tijd. Uh, dan gaan jullie echt mee winnen. En uh, andere clubs het, krijgen het heel lastig met jullie. Nou, dat gaan we allemaal zien. Op wie moeten we letten? Ja, uh, sorry hoor. Maar dan, dan moeten we toch echt. Uh, Daar ben ik wel benieuwd naar. Jongens, de knipoogkroaat. Juist. Nou oh ja. Ja, Fida. Die, die speelt bij BBC. Bij, uh, bij nou, als die toch een loer kunnen draaien. Ja, dan ja, dan nee, even. maar hoe, hoe gaat die ontvangst zijn in de arena? Ja. Dat gaat, dat gaat hard worden. Dat is wel de verpersoonlijking van oh. wat er toen uh, ja. Ja. ons. Nou, toen zijn we toch Even, Even oh. Voor, de lieve, uh, voor de lieve luisteraars, uh, beste mensen. Wij moesten tegen Real Madrid thuis voetballen. Ja. Dat ging uh, op zich best oh. goed. Waren het niet dat er twee doelpunten, glaszuivere goals... Hè? Als het was geweest, waren het gewoon doelpunten geweest. Ja. Die werden afgekeurd. Nou... Dat maakt ons niet zoveel zorgen. Het werd uiteindelijk toch nog 3-0. Ja, het, het mocht geen monster-nederlaag worden. En dat nee. werd het inderdaad dat, niet. Precies. Dus nee, dat er was dat een had met verschil te maken. Ja. Hè? En ja. Volgens mij moest, de, de, moest Lyon ja. zes of zeven doelpunten op ons ja. inhalen. Dat wilden ja. zij nog. Ja. En in rust stond het daar 1-1. Tussen Dynamo Zagreb en uh, Olympique Lyon. Ja. En maar wat, is is, wat is daar ja. in godsnaam in de rust gebeurd? Ja. Nou ja. ja, ja dat kunnen inderdaad. we allemaal wel op ons klompen aanvoeren. En ja. Ik ben ja. nooit zo van de complotten. En ik ben altijd... Eh, dat, dat sportiviteit altijd wel zegeviert of zo. Maar je weet gewoon wat er ja, gebeurd is. En ja, maar ja. Het kan niet anders. Nou, nou ja, na nou, rust liet, liet Zagreb Lyon binnen. 28 minuten. Ja. Zes keer scoren. Ja. En, en bij het doelpunt. En, en dan komen we natuurlijk uh, bij uh, Domagoj Vida aan. Die gaf naar de 1-5 een knipoog aan doelpunt te maken. Gomis onder het mom van jongens, het komt wel goed. Ja. Duimpje erbij. Veel. Duimpje erbij alles. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja die bewijs, stil... voor bewijs voor omkoping is er overigens uh, nooit nou, geweest. Maar Vida werd nog wel gefotografeerd bij een wetkantoor een paar dagen later. <laughs> heel gek. <laughs> heel rare gek. dingen allemaal. Ja, ja. ja. Nou, dat ontvangst dat is duidelijk dus. Um, ja, wie we nog meer op moeten letten zou zijn Jeremijn Lens. Alhoewel ik denk dat hij niet heel veel minuten gaat maken eerlijk gezegd. Hoe weet oud is hij, hij inmiddels? Toch? Hoe oud is, is Lens inmiddels? Uh, 3, 33. Dat oh, valt me nog mee. Ja, valt mee. Maar weet je waar die voetbalde eerder... Nou ja, die heer Sunderland. Ja, ik, weet dat het bedoelen, ik, ik, ik weet die het omdat het, he? het hier op een papiertje staat. Ja. Maar hij gaat niet zo schrijven: Fatih Gumruk. En uh, dat was een verhuurperiode, daar komt hij van terug. Dus dat lijkt me niet dat hij heel veel. Waar spelen die? In de derde divisie. Tweede, denk ik. Ja. Kijk, ik ben even teruggekomen. Ah, een bizar. Partner. Vond best een goede speler. Ja, vond. Heel Ja, vond. Ja. 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 Hij, hij was de, de maker van de 10-0. Ja, de 10-0. Klopt wel. Maar die is nu echt wel overgewichtig. Ja. Dus dat is... Je, Heeft dat niet dat geleefd als een prof. Zeggen we hier. Nee. En dat klopt ook allemaal volgens mij. zie hey, nee, um, nee. Atiba Hutchinson. Ja. Die speelde ook. Ja, die kennen we ook in Nederland. Die is inmiddels PSV. 39. Die is 39. Maar gewoon aanvoerder op 39-jarige leeftijd. Ja. Maar die kon er bij PSV toch helemaal geen hout van? Juist. Of, of, hè? Eens. Toch? Ja. Heeft niet echt een indruk gemaakt. Ja. Ja. Behalve zijn naam van Hutchinson, vind ik altijd wel ja. een cool. goede naam, hè? Ja, Canadees. Ah. Hè? Ja, Canadees, Canadees. Ja. Ja. Was niet heel goed, hoor. Nee, en, joh. Nou, wat, wat aan die ploeg opvalt, is dat er heel veel uh, spelers op leeftijd in zitten en heel veel hele jonge gasten. Dus er zitten een soort dip, zeg maar, in de 23e, 24e, 15e, 26e jaar. Okay. Uh, nou kan je daarmee kampioen worden, blijkt dus ook weer. Wat zegt dat over de Turkse competitie? Volg jij dat ook met interesse? Een mm, beetje. Beetje, maar niet heel erg. Ik, het is een enorm uh, achteruitgang, natuurlijk, sowieso. Als je ja. kijkt naar de UEFA-ranglijst ook, ja. zijn echt naar beneden gekeken. Ah, ja, je zag ze natuurlijk la, laatst de topclub uh, club in, uh, in Turkije was natuurlijk altijd Galatasaray. Ja, nou, als je de, die tegen PSV zag spelen in die vorige ronde, zo, dat was nou, gewoon zou P nee, PSV kreeg terecht de credits voor de wedstrijden die ze ja. tot nu toe hebben gespeeld ja. en zelfs afgelopen week al. En ook dicht, wat werd het 5-1 of zo? Ja. Maar dat kan was echt. het sloeg helemaal nergens op. Nee, en uh, uh, dit, de Chictas is dus de laatste ploeg in Turkije die zich nu dus uh, direct plaatst. Dus zo zijn ze afgegleden. Op de UEFA-ranglijst staan ze onder Cyprus nu. Turkije. Dus dat, uh, dat gaan ze niet leuk vinden, dat vinden ze niet leuk, denk ik. Nee, zeker niet. Maar goed, uh, terug even inderdaad, wat we net zeiden: we kijken naar deze pool en wat vinden we ervan. Ik zeg maar even op mijn beurt: dit zijn echt ploegen waar je gewoon competitief, zeg maar. ...heel goede wedstrijden tegen kunt gaan spelen. Ja. Dit is niet van belachelijk, uh, weet je, Bar bayern München, ...waar we gewoon ook gelijk tegen hebben gespeeld in de ja. voorbereiding. Uh, dit is gewoon heel competitief en het worden hele goede wedstrijden. Ja, Het is toch een meis, uh, leuke ja. uitdagende pool. Dus ja. is niks mis mee. Nou, uitdagend vind, vind nou, ja, ik... ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat je allemaal aan elkaar gewaagd bent. In die zin uitdagend. Vorige week hadden we het natuurlijk over van waar hoop je op. Ja. Ja, stiekem hoop ik altijd op één topaffiche, minstens... Weet je, als je dan toch Champions League speelt, en het dus kampioenenbal en alles uh, wat eromheen hangt, en je hebt echt zin in die, die Champions League avonden weer, heb ik het meest zin in de affiches ja. tegen echt traditioneel grote clubs: Liverpool, ja. Manchester United, Real Madrid. Oh, uh, de, uh, mooi, die man. avonden weer bij zijn. Ja. Die, ga je al, die ga je al vroeg uh, mm -hmm. in, in de middag ben je al in de stad te vinden om uh, je optimaal voor te bereiden op die wedstrijden. Ik zeg niet dat ik dat bij uh, Dortmund, Lissabon of Besiktas niet zou doen. Nee. Ik heb er net zoveel zin in. Op zich maakt een tegenstander niet zoveel uit van de komt van Ajax. Dat is allemaal wel waar. Maar toch, ik vind het een beetje jammer dat er niet één tussen zit. Ja, precies. En natuurlijk, Dortmund is echt wel een grote ploeg. Daar hadden we natuurlijk net al wel even over. Maar het is niet met de statuur van de eerder genoemde clubs die ik net zei. Nou ja, goed, vind ik persoonlijk wel jammer. Maar inderdaad, sportief gezien, en dat is misschien ook wel het nadeel voor Ajax, ligt de druk, lijkt het wel, meteen al bij Ajax. van... Wow, makkelijke loting, die komen we wel even door. Ja. Oftewel, weet je dat seizoen in 2019 Ach, nog? Nee, ja. Benfica, Bayern, Real Madrid, Joeven, We schakelden ze, hoe onverwacht het ook was, allemaal uit. Ja. Totdat we Spurs uh, tegenkwamen. En toen we voor het eerst dachten, nou, die, die pakken we wel even... Die ontspanning moet er precies, niet in komen. Precies. Toch? We kunnen nu niet achteroverleunen en denken: Nou, deze drie pakken we allemaal wel even. Ik vind Ajax, of het nou, Nederlandse goed. voetbal over het algemeen, niet in de positie om te denken dat wij Heel, wel even. Ah, ja, zeker oh, niet hoe niet. Ajax nee. zich uh, de laatste weken manifesteert. <laughs> bedoel, dan uh, kun je dat helemaal niet. Uh, nee. nee, maar goed, uh, nee, uh, onderaan de streep: Ja, het is de makkelijkste groep die, ja. die we. Mak makkelijkste loting misschien die we zouden kunnen hebben. Uh, dus zo is het ook wel weer. Nou, goed. Uh, even voor de agenda, want we gaan ook naar de, de, naar de Ajax Live Agenda, of de supportersvereniging Ajax Agenda. Uh, even opletten, dus zaterdag wordt dus bekend wat dan de wedstrijd in het schema gaat worden. En dan een week later, zeg maar globaal, 6-7 september, opletten of er dus nieuws komt vanuit de UEFA, vanuit de Bond, of er überhaupt afgereisd kan worden. En daarboven zit natuurlijk nog steeds wat er vanuit de overheid wel en niet zegt. Zegt het ook iets over het thuispubliek, of gaat de UEFA daar niet over? Nee, daar is volgens mij. ...wij hebben hier twee derde van het stadion... ...en dat is dan de overheid bepaald. Ja, ziet toch? Ja. Ja, toch? De, de UEFA daar nog uh, nee. iets uh, in... Uh, van, nee. nee, maar het is natuurlijk ook... Uh, ...het is ook niet zoals de UEFA zegt... ...nou, uitsporters zijn welkom... ...dan nog is het natuurlijk aan, uh, aan landen individueel... Uh, ...hoe ze daar de, de regels Turkije wordt no-go, ja. zeg maar. Ja. Kan je nu wel eigenlijk al een streep erin zetten? Hoe jammer dat ook is, hè. Kan uh -huh. het niet nog, uh, dat kan het niet in de loop der ja, tijd wel. nog veranderen? Zo wel natuurlijk, we ja. Als het natuurlijk allemaal veel beter gaat... ...en uh, uh, COVID-19 wordt helemaal teruggedrongen ook daar maar goed. nou nee, ja, het is ja. precies wat jij zegt, weet je, we weten nu nog niet wie de eerste tegenstander wordt. Ja. wordt dat de Basjinkas? is het dus een no-go? ja. betreffende Basjinkas pas in december, dan ziet de wereld er misschien ja. weer iets anders precies. uit. ja. Eh, voor de Gena Floris, we hebben ook de Ajaxietjes voor de kidsclub. die op de mat gaat vallen op vrijdag 3 september. ja. hebben we uh, allemaal uh, leuke kindervragen kunnen stellen aan, uh, aan spelers. ja, zo ook uh, aan Maarten Stekelenburg die uh, nou, als hij er in de Champions League gaat doen wat hij hier zegt, dan gaat het al uh, de goede kant op. In sommige wedstrijden heb je natuurlijk als Ajax-keeper niet zo heel veel te doen. Is dat dan nog wel leuk? Uh, nou ja, misschien het, het, het fysieke gedeelte, dus echt de ballen tegenhouden, misschien bij Ajax wat minder. Maar je bent natuurlijk altijd bezig met, met coaching. Ja. Met het goed neerzetten. Ja. Dat je eigenlijk probeert te voorkomen dat, dat je wel wat te doen krijgt. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus daar ben ik eigenlijk uh, de hele recente mee bezig. Wat ik begrepen heb is dat jij tegen uh, Maarten hebt gezegd dat je 12 jaar bent. Ja, precies. Ja, en ja, en dan dan gaat de wel voor ja, zo me ja. De meeste vragen die dan gesteld worden is, uh, moet je wel eens poepen tijdens de wedstrijd? Ik had hem leuk. Nee, serieus, die ja. vraag is gesteld. Oh, ja? Die vraag is gesteld. En uh, nee, uh, Maarten doet altijd gewoon netjes uh, zijn dingetje voor de wedstrijd. Dus ah, die heeft nog nooit het doel lukker. gestaan dus Ik dacht, uh, god, ik moet nu het veld af. Maar ga door met die AXI'tjes, want ja, dat is leuk. Ja, ja nee. Dat uh, is ook wel leuk. En dan krijg je ook een vraag, met, hey, hoeveel, uh, hoe lang doe je met je keepershandschoenen? Nou, het bl blijkt dus dat Stekelenburg er naar eigen zeggen zo'n 50 paar keepershandschoenen doorheen jast per seizoen Echt? Uh, voor echt elk duel. Uh, ja. Voor elk duel nieuwe handschoenen. En hij traint er dan vervolgens wel de rest van de week mee. Ja. En dat, ja, dat is. Dat is ja, waar, waar, ja, waarom? Ik bedoel, die nee. dingen zijn toch nog helemaal niet versleten, zou je denken. Ja, Hè? Onana die, die doet dat weer anders. Die, 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 die houdt zijn handschoenen net zolang tot hij zijn wedstrijd verliest. En dan gaan ze weg, en dan heeft hij nieuwe ja. nodig. Ik heb ook een keer gehoord inderdaad even. These are shit. Dat is een andere ja. Onana uit. Toch gaf hier iemand een jongetje. Nou, hij, hij gooit dus inderdaad richting een jongetje. Ja, die was er natuurlijk zielsgelukkig mee. Die zat ja. achter de goal. Dus die had de handschoenen van Onana te pakken. Ja. Ja, ja. Uh, ja. Die, had, ja. die had een goede avond. Ja, ja en uh, ja, we hebben ook schuurs in het uh, Kids blad En uh, ja, die vertelt de lezertjes dat hij een uh, serieuze, hardgrondige uh, rothekel heeft aan kunstgras. Uh, hij haat het echt en hij herhaalde dat ook tot drie keer aan toe. En uh, ja, dus wel, uh, dat vinden wij als volwassenen natuurlijk allemaal wel allemaal hekel aan, aan kunstgras. Maar bij, bij kinderen is dat, is dat toch anders. Als ik ook kijk naar mijn eigen dochter, uh, die, die speelt het liefst op kunstgras. Ik weet niet hoe dat met jullie kinderen Nou, ja. ik heb wel een ding. Mijn zoon ging deze week voor het eerst naar voetbal. Ja. Daar is gaaf hè? Wow. Hij is vijf. Ja. En hij uh, mocht natuurlijk kiezen welke sport. Ja, dag voor de hand. Eerste het voetbal is training. Wow. Ja, ja, dat is ja, gaaf. Dat kan, uh, iedereen die kinderen heeft nog wel beamen, maar denk ik dat je dat voor het eerst. Ja, ja. Dat, dat vind ik gewoon leuk. Vrijgenomen, ik wil erbij zijn. Ja. Maar inderdaad, er is geen andere keuze meer voor die kinderen. Het is allemaal kunstgas. Want ik moest kiksen kopen natuurlijk voor hem. Voetbalschoenen, voor de rest van het land. Uh, en uh, die, die heb je alleen nog maar met, met kleine nopjes. Ja. Uh, die geschikt zijn voor kunstgras. Je vindt geen voetbalschoenen in die mate in elk geval. Die pinnen met meer. pinnen. Nee. Nee. Ja, dat is ook logisch, want ja. die, daar heb je niks aan op kunstgras. Nee, dat klopt joh. Maar ja. dat, dat is wel opvallend. Ja. ja, mijn dochter ook kunstgras. Maar die zit op hockey. Dus ja, dat is ja, logisch. Dat is... Nou, per, nou ja. per schuurs vindt daar dus wat van. Ja. Um, ja, en er was ook een, een vraag aan Erik Ten Hag nog. Uh, ja, lang, bij welk stadion die nog wel eens als trainer langs de lijn uh, wilde staan? Welk, welk stadion denken jullie dat hij, hij dan noemt? Oh. Oeh, dan probeer ik ja. in, uh, in de, de gedachten van Ten Hag te kruipen, maar dat is ja. heel lastig. Lastige dingen. <laughs> ja. Maar. Laat um... ik het maar zeggen, gewoon. Ja, nee, La, nee, La ik... Bomba Nera van Boca Juniors. Zo. Oh, ja, wow. Wel een, wel een hele. Nou, ja, een ben ik nog meer keuze. fan van, uh, ja. van Ten Hag. Ja. ja, en hij zegt: ik, ik wilde daar niet als trainer van Boca staan, maar als trainer van Ajax. Dus uh, hij stelde voor om, om daar maar eens een vriendschappelijk duel oh, te organiseren. Daar ga ik heen. Ja. Klasse. Nou, als het mag van COVID. Het, uh, het kidsclub valt uh, volgende week vrijdag bij ons. onze uh, nou, Kidsclub-leden. Ik Dit kijk uit. september. Heel goed. Uh, er gebeurt van alles ook de komende tijd. Uh, we gaan naar Zwolle toe natuurlijk. Dat is een autocombi. Die gaan we uh, in de volgende postkaart. Uh, uh, weten jullie trouwens hoe de, hoe de mascotte van Pek Zwolle heet? Kijk, wij hebben Lucky, maar jullie ja, weet, Luc weet het wel. Zwolfje. Kan... Zwolfje. Hij ja, 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 ja. Ja, wist dat. Ja, dat wist ja, ik. Ja, ja, en ineens, ineens kwam hij naar boven. De mooiste vond ik ook altijd die van Excelsior. Um, ja, dat is een net Bout, een... Boutje Stein. Ja, ah, dat is net een afgekloofd playmobil Ja, 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 ja dat, dat is wel. echt niet goed. Ah, ja. Ja. Harry Nak van de Hebben wij het stiekem. <laughs> ja, is voor mascottes. Uh, ja, stiekem. Een ja, 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 nou, ja, ja, even zwolfje vind ik echt klink als een zwellichaam. Doe even normaal, joh. Zwolfje. Zwolfje. De, de, Ik moet dan denken aan een Zwelgje van uh, Olivier ja. Bommel. Ja, oe, dat gaat, uh, Dit is wel oh, echt voor de oudere luisteraars. De Ajax-vrouwen die, uh, die kun je ook zien op de toekomst. Ze moeten eerst tegen Excelsior en dan een week later voor de topper tegen FC Twente. De, de kampioen. Daar zijn uh, veel kaartjes voor ook. Je kan ook uh, check vooral op uh, uh, ajax.nl. Dan kan je met je familie en je gezin naartoe. Dat is niet duur. Je kunt alleen niet aan de stadionkassa op de toekomst een kaartje kopen. Maar het is wel leuk om ook eens kinder naartoe te gaan. En uh, ja, ik weet Roy, jij bent een liefhebber van de pubquiz. <laughs> ja. Dus, komt hij. Ja, ja, de pubquiz. Ik heb me ja. uiteraard weer uh, denk ik als eerste team uh, ingeschreven. En wij gaan weer ja, voor de tweede plaats. Ja, jij ja. nou, ook weer iets met Jacobo. Jacobo 22. 22. Ja, precies. Ja, dat ook Jok ook Jacobo 22. Ja, jullie ja. ja. ja, worden altijd tweede bij de IJsselijf uh, pubquiz toch? Altijd. altijd. Ja. En zijn één keer eerste geworden? Ja. En ook wel eens Derde of vierde, of misschien zelfs wel een keer vijfde. Maar tweede, ik denk dat van de twintig keer of zo, weet ik veel, zoiets, dat we meegedaan hebben, dat we vijftien keer tweede zijn geworden. Dus, okay. Nou, ik kijk er desondanks uh, naar uit. Dat is uh, hadden we hadden een vraag voorbereid, maar die heb je al uh, lopende deze podcast beantwoord. Oh. Dat, is, dat vind ik heel erg jammer. Maar wie <laughs> speelde er op vier in een return tegen Borussia Dortmund in uh, 1996? Nou, volgens mij we het over de doelpunten te maken. Dat was Kiki Moussampa. Ja, maar dit is te maar op vier speelde da Davids, volgens mij. Ja, nou. En die speelde goed. Ja, oh. ja, ja. Heel even over de pubquiz. Uh, hmm. als, je kijkt op, als, je, als je denkt van, nou, ik wil ook wel eens meedoen aan de Pub Pubquiz. Er zijn nog een paar plekjes over. Uh, dus kijk vooral even op ijslife.nl. En? Uh, er zijn, uh, even kijken. Uh, mijn collega Daphne heeft me dat net geappt. Er zouden nog drie teams van vier personen kunnen aanmelden. En dan zijn we ja. vol. Doen. Kijk, Meteen doen. Want bar. hij is weer fysiek in een bar Precies. in een pub. En dat was een ja, bar afgelopen bar jaar. Barhuis bar bij de, de Houthavens. In de ja, supergezellig. Een paar biertjes ja, erbij. En, uh, heel goed. Ja, en we komen ja. ook dit jaar wel weer met online pubquiz hoor. Dus het is, uh, we proberen het fysiek weer, uh, weer leven in te blazen. Maar ook online uh, blijven we het gewoon Heel goed doen. We gaan hem uh, afsluiten met de vaste afsluiting: Winnen met Walker. De vorige podcast die was echt niet zo makkelijk. Uiteindelijk was het uh, in de wedstrijd uit bij FC Twente. De vrije trap van uh, Christian Eriksen, overigens. Toby Alderwereld. Nou, Ron de Zwaan. Die uh, had het goed. Uh, Anderen ook wel trouwens. Dat vind ik heel goed, Ron. En Ron kan zijn vader Nick enorm blij maken met die hele mooie lijst van uh, Lasse Schöne. Wij dachten Champions League. Wat hebben we hier nog meer allemaal voor mooie lijsten liggen? We hebben er eentje gesigneerd en wel van Frenkie de Jong. Nou, dat lijkt me uit het uh, schitterende sprookjesjaar uh, waarin uh, Ajax eigenlijk Europa veroverde. Lijkt me een prima prijs. Dus uh, winnen met Walker. En de vraag is dus, wie is de doelpunt te maken? Je krijgt hem eerst met een introotje vast met Hugo zelf. En daarna hoor je hem. En ik doe hem ook nog los. Oh Jong, op, Perskamp is goed. Een loop, een loop, een goal. Oh, 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 wat is hij mooi. Wat is hij mooi. Kan Kanu. Nu dan. Nu dan. Ja, hij zit ja, goed. Ik ga het niet eens aan jullie vragen. Jullie kijken nu zo. Uh, het was een wedstrijd onbestemd. met Heel veel kansen. Ja, dat is wel. Dat mag je zeker zeggen. Heel veel kansen. We gaan hem ook nog even los doen zonder het introotje. Inidi, Kanu. nu dan, nu dan. Ja, hij zit. Tja, dat is. Hij ging er dus uiteindelijk toch een keer in. Hij ging er toch uiteindelijk een keer in. Mannen, Moet waar? We, waar, kunnen, waar kunnen mensen naartoe sturen? Ja, nou, dat vind ik heel handig, want uh, <laughs> anders weten mensen niet waar ze naartoe moeten. Maar kijk bij joh, wel, kijk, kijk maar wat je doet. Doe maar wat joh. Doe <laughs> wat. E, een of andere e-mailadres, <laughs> ja. uh, als het maar redactie@svajax.nl is. Oh toch. Hoe dan ook, vermeld dan ook even je lidnummer en je postcode. Naam, ook handig, Vorige keer ook al gezegd. En dan uh, komt het goed. En dan kun je dus een hele mooie lijst van Frenkie de Jong winnen. Die is niet mis. Die is niet mis. Um, hebben we nog iets wat we zijn vergeten? Zo, na een uur ruim. Wauw. Ik wil gewoon heel graag dat het zondag half drie is. Ja. Klassieke tijd, dat ja. is wel lekker, ja. Zo is dat. Goed, mannen, dank jullie wel weer. En uh, we gaan op naar de zondag allereerst. Dank jullie wel.